Op het Prinses Maximaplein gaat de Australiëweg met 4 viaducten over het plein heen. De linkerrijstroken over die viaducten zijn sinds 4 weken afgesloten. Cor van der Veen, betonspecialist van de TU Delft, heeft de constructie voor ons bekeken. Wat hem opvalt is dat sommige rubberen oplegblokjes onder de viaducten zijn verschoven. Ja, want eigenlijk hoort dat zwarte ding recht op het witte blokje te liggen, zeg maar. Ja, die hoort in het midden van het witte blokje liggen. Maar de verschuiving zit alleen onder de linkerrijstroken. Van der Veen denkt daar een verklaring voor te hebben. Op die rubberblokken liggen dan overal voorgespannen liggers. Dus dan heb je zo één geheel wat dan samengeperst wordt. Maar de kern is dat het rubberblok los ligt tussen de liggers en het landhoofd. En dat kan een probleem worden als er op de rechterrijstrook een vrachtwagen op de rem moet. Bijvoorbeeld omdat door drukte in de spits er een file ontstaat bij de invoegstrook even verderop. De vrachtwagen rijdt op deze plek, die is behoorlijk zwaar. Maar als die remt, dan wil die brug in zijn geheel naar voren. Dus zo'n brug gaat in zijn geheel dan naar voren, zeg maar. En het deel waar de vrachtwagen zelf rijdt, daar worden die blokken worden goed aangedrukt. Die liggen allemaal vast. Maar aan de andere kant, daar is bijna geen verhoging van die verticale druk. Maar waar die oplegkracht zo klein is, waar die vrachtwagen niet rijdt, daar gaat het dek los van het rubber. En elke keer gaat er dan een fractie van een millimeter, schuift het blokje dan op. Want het is niet bij elke vrachtwagen. Dat is alleen bij bijzondere omstandigheden wanneer dat plaatsvindt. Maar over een aantal jaren kunnen die fracties van millimeters bij elkaar centimeters worden. Het klinkt heel plausibel, maar het is volgens Van der Veen nog niet de definitieve verklaring. Ik ga niet verder dan dat dit een plausibele verklaring is, maar het hoeft niet de echte verklaring te zijn. Er zou nog iets anders aan de hand kunnen zijn. Er zou nog iets anders, maar die kan ik op dit moment niet bedenken. Een oplossing kan Van der Veen wel bedenken. Iets oplichten, een beetje lijm erop, dat is dan een twee-componentenlijm. En dan plak je ze vast en hebben we er geen probleem, geen last meer van. Dat roept dan wel de vraag op waarom de rubberblokken niet meteen bij de bouw zijn vastgelijmd.